Meneer en mevrouw Rorijen, van harte geluk gewenst met deze dag, 65 jaar. Hoe kijkt u erop terug, mevrouw Rorijen? Oerakkort. Ja. De tijd gaat snel. Het is geen, ja. Het is geen heel hard. Ja. Hebt u een rondrit gemaakt? Oh, nou. Ja. Wat moet je daarvan vertellen? Ben in Rorijen. Met de koers. Ja. Hij moest weer op instaan. Hij ben de richting de boot. En de boot heeft een paar rondjes gemaakt. En we daar naar de Flippingberg. En van de Flippingberg ben we in Dordrecht geweest. En rondrit doen we op wel niet. Wat kunt u nog herinneren van de dag dat u getrouwd bent, 65 jaar geleden? Vroeger was het thuis. Toen was het niet naar een café toe. Maar toen was het want echt handen in thuis. Bij de alders. Dus. Maar ook wel een gemeentehuis neem ik aan. Gemeentehuis, ja. Trouwfoto's gemaakt. Bij Zimmerman. Dat was wel een foto. Ja. Ja, het was heel mooi. Ik heb ook gehoord van uw schoondochter dat... Er is ook een keer op 3 april 1943 is er een Halifax neergestort. Hebt u dat ook iets van meegemaakt? Ja, wel was het, maar niet alles. Hier in de boot is er een vliegtuig neergestort. En daar de Koeberg, hier ook. En hier in het kanaal. En hier in het kanaal, ja. Tegenover Willem de Vries, zeg maar. En wanneer, bent u erbij geweest? Nou, de soldaten liep nog rond, de Duitsers, die liep nog rond en waren nog zoek. Maar ja, en we gingen een beetje achteraf. Toen wilden niet bij de soldaten staan, want de Duitsers. Nou, en die waren weg. En toen ben ik op zoek gegaan door in kanaal. Hoe hebt u uw vrouw leren kennen? Hier op de Zolseweg. Ja, vanaf Zwarteweg, weet je, het weten. En toen ben ik dreef. Maar toen zag je haar lopen en toen? Nou, ik was bij de fiets gelopen. Nee, ja. Ik kwam lopen. In die tijd mogen de fietsen van mijn ouders op zondag. Nou, en toen kwamen we elkaar tegen. Ja. En was dat liefde op het eerste gezicht van mevrouw? Ja, ik dacht het wel, ja. Ja. Het was uw eerste verkering? Ja, de Urgies, hè. Wat zag u daarin? Ja, flonken, hè. En als u nu in de oogjes van uw man kijkt, wat ziet u dan? Nog flonken. Ja. Dat is niet overgegaan, de liefde? Nee, nooit. Nee. Dit was hetzelfde. Ja. Ja. Nog een ruzie of zo niet? Nee. Ja, dat kan haast niet. En het is geen goed huwelijk als er nooit geen woorden zijn. Nee, dat gebeurt nog wel eens. Ja. Ja, dat zijn elkaar aan, de ruzie of zoiets. Nee. Dat hebben u nooit? Hè? U hebt nooit geen ruzie gehad? Nee, officieel nee. Ik kan wel eens een keer een beetje mening verschillen. Maar dan zeg ik van, nee, ruzie, nee. Nou, u had u gelijk? Ik had altijd gelijk. En dan kwam het heen, kloa. De liefde gaat door de maag, hè? Ja. Ja, dragen kan het lasten. Hebt u vandaag nog speciale post gehad? Zaterdag. Ja. Van de koning, koningin. Ja, heel mooi. Hartelijk gelukwensen stuur ik u namens zijn majesteit de koning en haar majesteit de koningin ter gelegenheid van uw 65-jarige huwelijk op 14 maart aanstaande. Het is heel bijzonder samen deze briljante mijlpaal toe kunnen bereiken. De koning en koningin zenden u hun beste wensen en hopen dat u een mooie dag mag beleven. Mevrouw de bruid! Hartelijk gefeliciteerd. Ja, 65 jaar. Ja, hè? Ja. Zo, alstublieft. Prachtig. Namens mijn collega's en de gemeente. Hartelijk gefeliciteerd, meneer. Ja, dankjewel. Ik zit in